Hoi allemaal, Sammy hier. Ik ben echt ontzettend lang afwezig geweest. En dat komt eigenlijk, ik ben een tijdje heel erg ziek geweest. En toen kon ik helaas geen filmpjes maken. En zoals je ziet is in die tijd, ja, tuintje gigantisch overwoekerd. En toen zonk ook eigenlijk de moed me een beetje in de schoenen. Dat ik dacht, ja, wat heeft het allemaal nog voor zin? Maar ik heb besloten om toch weer gewoon een frisse start te maken en toch door te gaan met nog wat filmpjes en wat nieuwe dingetjes te proberen. Maar zoals jullie zien moet ik dan toch echt flink aan de bak nu. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga eerst maar eens kijken of ik in deze wildernis het een en ander uit elkaar kan halen. We hebben hier de wortels. Het ruikt ook echt ontzettend sterk hier naar die... al die gekruide plantjes, zeg maar, die ik nieuw had. Wat ik ga doen, ik ga eerst die wortels er eens uithalen. Nou, je ziet dat ze flink gemuteerd zijn. En hier nog een wortel. En dit komt echt gewoon doordat ik ze te dicht op elkaar heb geplant. Ik heb ook nog nooit een wortel met drie uitstulpingen gezien. Het is toch echt maar één wortel. De afgelopen tijd heel mooi weer geweest, dus daar heeft het niet aan gelegen. Het heeft wel veel geregend ook. Toch vind ik de grond nog wat droog. Hier een aantal mini worteltjes. Zo. Deze ook. En dan hebben we hier nog een wortel. En hier nog een wortel. Deze lijkt bijna een radijs, maar het is een wortel. En dit is dan mijn schamele worteloogst. Ik ga het zand er even afspoelen. Nou, ik heb het opgezocht ook op internet, wat er gebeurd kan zijn. En nou ja, zoals meerdere mensen al zeiden, en ik denk echt dat het waar is, als je wortels te dicht op elkaar zet, je ziet het bij deze, die zijn in elkaar gekronkeld, dan hebben ze niet de ruimte voor het groeien. Nou, een andere oorzaak kan zijn dat je grond te hard en te vast zit, dus dan moet zeg maar de bovenlaag wat losser gemaakt worden. Nou, ik denk niet dat dat bij mij het geval is. Er schijnt ook speciale potgrond voor wortels te zijn, die heb ik niet gebruikt, maar ik denk ook niet dat het daar echt aan ligt. Maar het belangrijkste wat ik tegenkwam is, je hebt de wortels toch niet verpot. En ik heb ze natuurlijk een paar keer gewoon van plek veranderd. En het schijnt dat als je hem dan niet weer recht neerzet, dat de wortel de verkeerde kant op groeit. En dan krijg je dus dit gemuteerde resultaat. Het schijnt nog wel eetbaar te zijn. Dan moet ik zeggen dat ik er niet, als ik het zo zie, niet heel veel trek in heb. Ik heb dus ook nog even gezocht of je dat loof, wat je daar nou mee kan, behalve het aan je konijn geven. En het schijnt dus eetbaar te zijn. Het schijnt niet echt bijzonder lekker te smaken. En het schijnt, volgens een website die heet kruidenvrouwtje.nl geloof ik of zo, dat loof een verkwikkende groente is, een stimulerende groente. En dat als je er thee van zet, dat je het ook kan gebruiken als je aften in je mond hebt. Dat zijn van die pijnlijke blaasjes. Dat het ook verzacht en helpt genezen. Nou, ik zie er wel tegenop, maar ik ga toch straks één stukje wortel proberen. En de rest ga ik toch echt weggeven aan de huisdieren, geloof ik. En ik zal ook eens kijken of ik die thee kan zetten. Nou, met loof blijven je wortels ongeveer 4 dagen goed in de koelkast. Zonder loof kunnen wortels zelfs 2 weken goed blijven in de koelkast. Dus ik ga nu in de keuken gelijk het loof eraf verwijderen. Nou, wat ik ga doen om de loof eraf te halen, je kan het er gewoon zo van aftrekken. Hoppatee. En dan heb je de wortel. Het is de kleinste wortel die ik ooit heb gezien. Nou, ik ga bij alle wortels even het loof eraf halen.
Het ruikt wel heel sterk naar wortel trouwens, dus dat is in elk geval gelukt. De geur is goed. Nou, het loof ga ik nog even bewaren. Ik weet nog niet precies of ik die thee ga maken, wat ik ermee ga doen. Ik denk het wel. Oh, hier zit trouwens nog een mini wortel. Zie je dat? Het is net een garnaal. Dus dat laat ik nog even zo. En dan ga ik me nu eens focussen op de wortels. Wat je doet, je wast de wortel nog een keertje goed. Ik heb het buiten al een keer gedaan, maar voor de zekerheid, ik hou niet van beestjes. Nou, die kleine worteltjes, dat vind ik vies, die haal ik eraf. En daarna kan je met een mes, kan je het laatste vel en rommeltjes kan je van de wortel afrapen. Just to be sure, want we willen er niet ziek van worden. En nu snij ik er plakjes van. Het bovenste stukje ga ik niet opeten. Zo. Het is een heel bot mes, gezien. Schiet ook niet op. Goed, en dan nu de ultieme test. Hoe smaakt het? Het smaakt eigenlijk niet vies. Het smaakt gewoon als wortel. Hij is eigenlijk even zoet ook als een gewone wortel uit de supermarkt. Dat verbaast me eigenlijk nog. Ja, het is eigenlijk gewoon een zacht zoete smaak. Dus niet vies. Het is gewoon jammer dat ze niet mooi recht zijn geworden en zo klein zijn. Maar het lijkt me wel leuk om een keer de uitdaging aan te gaan om alsnog gewoon rechte wortels te kweken. Nou, thee zetten is eigenlijk heel makkelijk. Wat je doet, je verscheurt het loof. En was het natuurlijk. En dat doe je in je theekopje. Zo. Het schijnt niet heel lekker te zijn hoor, las ik al. Maar het schijnt ook allemaal ontgiftende werkingen te hebben. Ergens anders lees ik op internet dat het giftig is. Maar ik heb me echt laten verzekeren dat het kan. En ik test het ook maar eerst op mezelf uit. Zo, dit moet wel genoeg zijn. Zo, het loof is verscheurd. En dan gieten we het hete water eroverheen. Nou, net als gewone thee, dit laat je gewoon even trekken. En ongeveer 4 minuten haal je het loof eruit. Voorzichtig, kijk uit dat je je vingers niet verbrandt. Haal het gewoon met lepeltje eruit en dan moet het goed gaan. Ik denk dat de thee genoeg getrokken is, dus ik ga het loof eruit halen. Nou, de blaadjes van het loof zijn er inmiddels uit. Nou, ik zie nog een snippertje op de bodem liggen. Het ruikt een beetje naar verbrande bouillonsoep of zo. Het is een heel apart luchtje. Het ruikt in elk geval niet smakelijk, maar ik ga het nu toch proberen. Het heeft een beetje een gronderige smaak. Het is niet heel lekker. Ja, het smaakt een beetje naar een slap aftreksel van een kruid. Echt een beetje... Echt gewoon een heel apart smaakje. Ik kan het gewoon niet omschrijven. Goed, het schijnt heel gezond te zijn, dus proost. Nou, ik heb de meeste buitenplantjes laten zien. En ik ga morgen weer verder met opruimen, ruimte maken, nieuwe netjes spannen. Maar ik wilde wel nog even paprika laten zien, de binnenplanten. En je ziet, hij hangt een beetje slap, want ik heb er eigenlijk helemaal niks aan gedaan. En hij stond echt veel te droog. Gelukkig is de stengel nog wel stevig. Dus die heb ik net heel veel water gegeven. Hetzelfde geldt voor bieslook. Ik vind bieslook nog steeds een klein plantje. Het is niet echt heel veel. Ik heb het idee als ik één keer een salade maak en ik doe knip knip. Of wat is het, een salade, een kruidenboter of ik doe hem ergens in. Ja, dan is het weg.
En nou ja, hetzelfde geldt een beetje voor prei. Daar gebeurt ook niet veel. Maar ja, dat kan ook liggen misschien omdat ik ze weer te kort heb met te weinig ruimte heb staan. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Nogmaals, sorry dat ik al een tijdje niet meer wat van me heb laten horen. En ik ga er gewoon weer voor. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe het met jullie is vergaan. Hebben jullie nog steeds jullie tuintjes? Doen jullie er nog wat mee? Of zijn jullie inmiddels ook gestopt? Ik hoor heel graag van jullie. En morgen gaan we ook eens even kijken naar dit slakkenprobleem. Maar dat komt ook wederom weer omdat ik het verwaarloosd en mijn netje niet heb gespannen. Oké, tot morgen. Doei doei!